Hey Simmers, ten eerste fijne Valentijnsdag. En niet alleen vandaag, maar ook donderdag hangt de liefde in de lucht. Want dan komt de Sims 4 met een nieuwe gamepack. De Sims 4 Mijn Bruiloft. Toen ik dat voor het eerst hoorde dat er een bruilofts gamepack kwam, toen dacht ik, really? Hebben we dat nodig? Bij gamepacks denk ik altijd aan nieuwe gameplay, iets nieuws aan je spel. En ja, trouwen kunnen ze natuurlijk al. Maar ik heb online al wat mensen enthousiaster over gehoord. Dus ik ben wel benieuwd naar de trailer. Laten we gewoon meteen gaan kijken. Oh, getuigen. Oh. Oeh, van een bruiloft komt een bruiloft, zeggen ze altijd, toch? De trailer is echt schattig. En ik vind het ook wel leuk dat de trailer een soort van verhaaltje erin heeft. Ondanks dat je zit te kijken naar een nieuwe gamepack die uit zit te komen, is het op zich ook over 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar gewoon leuk om die trailer los te kijken. Omdat er zit gewoon een verhaaltje in van een sim die eerst met een man verloofd is en een getuige heeft en op een gegeven moment denkt, ik vind mijn getuige eigenlijk leuker. Ik wil daarmee trouwen. Dat was wel even een wending. Dat ik op een gegeven moment dacht, gaat het daarheen? Gaat het daarheen? En toen, oh, het gaat inderdaad daarheen. Wat ik van de gamepack zelf vind, vind ik eigenlijk heel erg lastig. Precies wat ik eerder zei. Ik zag mensen heel erg enthousiast zijn over de gamepack. En het ziet er ook echt tof uit. Hè? Dus we krijgen een hoop nieuwe trouwkleding. Dat is sowieso fijn. Want het is, als je nu een beetje kijkt in de Sims, hier best wel lastig om gevarieerde outfits te bedenken waarin je Sims kunnen trouwen. En dus daar krijgen we natuurlijk een hoop van bij. Je krijgt nu vrijgezellenfeestje, volgens mij, dat ik zag. Taartproeven, jurken passen, een huwelijksreis. Leek het erop. Ik weet natuurlijk niet of dat er allemaal in zit. Hè. Soms laten ze ook iets zien in de trailer wat mooi past in de trailer voor het filmpje, voor het verhaaltje. Maar zit het daadwerkelijk niet in het pakket zelf. Aan de andere kant twijfel ik of ik de gamepack leuk genoeg vind om te zeggen, ja, deze is €20 waard. Want het is niet echt, wat ik eerder zei, vernieuwend. We kunnen al trouwen.
En we kunnen al winkels maken. Dus ik heb ooit een keer met Eva Puls natuurlijk zo'n Say Yes to the Dress aflevering gemaakt. Waarbij we gewoon naar een bruidswinkel gingen en daar jurken gingen passen. En foto's gingen maken met zo'n fotostudio ding. Taartproeven had je natuurlijk nog niet echt per se. Maar ja, je kan wel thuis taarten bakken en dat gaan eten met je sim. Dus in hoeverre is dit echt vernieuwend als in qua gamepacks? Want bij, als ik dan denk aan jungle-avonturen, denk je, oh, allemaal nieuw. Als ik denk aan uit eten, allemaal nieuw. Uit eten is wel weer een bucky, dat is allemaal jammer. Maar dit is niet per se nieuw. Het is wel uitgebreider. En volgens mij zag ik een nieuwe wereld, dus dat is ook heel tof. Maar ik denk gewoon dat als het pakket uitkomt, gewoon lekker gaan spelen en gaan ontdekken. En dat ik dan echt pas goed kan zeggen wat ik ervan vind. Ik vind het heel lastig. Aan de ene kant is het filmpje van de trailer natuurlijk heel leuk. Maar doordat er zo heel erg op het verhaal gefocust wordt, kan je natuurlijk niet heel erg goed zien wat zit nou precies allemaal in het pakket en wat is heel leuk gemaakt voor het filmpje. Hoe verre is het vernieuwend en echt een toevoeging aan je spel? Wat ik wel moet zeggen is dat de laatste tijd heb ik echt het idee dat de gameplay van The Sims 4 best oppervlakkig is. Ja, de nieuwere pakketten steeds oppervlakkiger zijn. Je gaat niet echt de diepte in qua gameplay. Ik moet wel zeggen dat dit dan wel weer een pluspunt is, want het trouwen, het gameplay element trouwen wordt nu wel veel meer uitgebreid. Er komt veel meer bij kijken. Dus op dat vlak gaat het de verdieping in en dat vind ik wel een pluspunt. Maar laten we gewoon nog maar even stukjes van de trailer terugkijken en kijken wat we allemaal zien. Nou, hier wordt een bruidstaart gemaakt. The Sims 4 My Wedding Stories, oftewel in Nederlands Mijn Bruiloft. Nou ja, verloven, dat konden we natuurlijk al. Kijk, dit lijkt me leuk, want ik heb hier het idee dat ze dus vraagt van wil jij mijn getuige zijn? Kan ook bruidsmeisjes zijn. Of waarschijnlijk omdat dit natuurlijk een Amerikaanse bedrijf is, EA, het wordt door Amerikanen gemaakt, dat ze wordt gevraagd als de maid of honor. Dat zou het ook nog kunnen zijn. Maar mijn eerste indruk was getuige. Maar ik denk trouwens, als ik nu een beetje nadenk, Amerika, misschien is het maid of honor, dus hoofdbruidsmeisje. Oh, maar haar hart is wel gebroken. Nieuwe wereld, nieuwe wereld. Hij heeft een beetje de vibe van hij zou heel erg tussen Brindleton Bay kunnen passen en Sulani. Want het heeft een beetje dat stadse met die vuurtoren van Brindleton Bay. Met dat eilandje en zo. Windenburg ook wel met de Europese vibe. Of is het... Nou ja, het is niet echt Europees, hè? Ja, sommige van die huisjes lijken heel erg Europees. Maar ik zie ook palmbomen staan. En natuurlijk het tropische van Sulani. Kijk, dit vind ik dus een heel grappig element. Dat ze dus echt trouwjurk aan het passen is. Nou kan je natuurlijk niet zo goed zien in de trailer hoe dit gaat. Want ze loopt naar een winkeltje toe. En je ziet haar denken aan allerlei jurken. Ik vraag me af in hoeverre is dit daadwerkelijk gameplay? Of is dit een rabbit hole iets? Of ga je gewoon creëren een sim in? Dat moeten we gaan ontdekken. Ik vind ook tof dat ze er een broekpak in hebben gestopt. Dat had ik niet verwacht. Want je ziet eerst al een paar jurk voorbij komen. Maar ja, niet iedereen is natuurlijk van het trouwen in een jurk. Dus dat er een fancy broekpak erbij zit. Wat ook echt een trouwvibe heeft. Is wel heel nice. Nou ja, taartproeven. Zij is blij. Hij is niet blij. Er komt straks nog een andere smaak. Dan is het andersom. Ik weet niet of ze uiteindelijk tot een keuze komen. Maakt me niet echt uit, hè. Want het ging toch niet allemaal lekker op de bruiloft. Een boeket uitkiezen. Kijk, die maid of honor staat op de achtergrond echt zo, oh. Volgens mij is dit het vrijgezellen feestje. Maar dan denk ik, ja, je kan natuurlijk een huisfeestje geven of je kan gaan stappen. Dat is dus ook niet echt bepaald nieuw natuurlijk. Die bruiloft settings zien er wel heel tof uit. En ook als je kijkt naar de nieuwe kleren en zo. Je ziet weer die broekpak, maar nu in het roze. Die iemand op zo'n bankje heeft, op zo'n stoeltje zit. De hoofdpersonage heeft dus nu weer een ander kostuum aan. Ook weer met een pak. Haar bruid heeft dan wel een jurk aan. En haar ex-verloofde, die walks her down the aisle. En dan een schattig bloemenmeisje. Dat is wel nieuw. Dat lijkt me wel grappig. Oh, de ringdrager. Oh, dat is zo Amerikaans dit. Ik vind dit wel ook echt tof, hè. Dat ze dus nu samen naar het altaar lopen. Of om de beurt. En dat ze dus ook nu samen teruglopen. En er wordt echt rijst gegooid en zo. Volgens mij is dit wel heel erg verbeterd. Want nu was het gewoon je sims lopen los van elkaar. Over welke route dan ook naar het altaar. En andere sims die dan andere dingen aan doen zijn. Die komen, oh, er wordt nu getrouwd. Laten we eens naar een stoeltje gaan lopen. Dus ik hoop dat het hele trouw gameplay gebeuren ook gewoon veel beter in elkaar zit. Dat je sims makkelijker op hun plek krijgt. Dat ze allemaal goed lopen. Weet je, dat soort dingetjes. Nou, nog een huwelijksfeest. Elkaar taart voeren, maar ze doen het niet goed. Ik zie dat ook altijd bij Married at First Sight. Het moet toch tegelijkertijd, dat je elkaar tegelijkertijd voert. En dan doen ze het om de beurt. En het boeket gooien, ook zo leuk dat erin zit. Nou, dit ziet er dus heel erg uit als een huwelijksreis. Als je het mij vraagt. Dit is toch ook schattig. Dan gaan ze hun gelofte vernieuwen. Hernieuwen, noem je dat? Echt lief.
En let op. Kijk eens wat ze aan hebben. Ze hebben hetzelfde aan als op hun originele bruiloft, alleen dan in andere kleurtjes. Leuk detail. Ja, deze gamepack, deze nieuwste gamepack, de Sims 4 Mijn Bruiloft, komt aanstaande donderdag dus al uit. Hè? Rond 7 uur 's avonds waarschijnlijk. Zal €20 kosten. Of ik hem adviseer, of ik hem aanraad, dat kan ik nu nog niet zo goed zeggen. Als ik denk aan vampieren of aan jungle-avonturen, dat was echt iets vernieuwends. Dat heeft deze natuurlijk niet. Deze pakt een basisspel gameplay element van verloven en trouwen. En daar is nu heel veel gameplay omheen bijgemaakt. Ik kan op dit moment niet een andere gamepack bedenken die dat ook heeft. Volgens mij is dit de eerste keer. Als ik het fout heb, laat het weten in de reacties. Maar ik merk aan mezelf dat ik het nu gewoon lastig vind om echt te zeggen, vind ik het gamepack waardig. We gaan het gewoon binnenkort ontdekken op Twitch, want ik krijg natuurlijk van EA weer een code. Dan gaan we gewoon samen lekker ontdekken hoe het allemaal in elkaar zit. Dan gaat mijn Sim Selfie verloven met weet ik van wie. Dan gaat mijn Sim Selfie alles meemaken met taartproeven en jurken passen en feestjes en maid of honor vragen en trouwen en dat soort dingetjes. Nou moet ik ook zeggen dat de mening die ik nu heb is echt puur en alleen deze trailer. Hè. Ik heb nog geen blogs gelezen. Er is inmiddels ook een livestream geweest van The Sims zelf. Die hebben dus de gamepack laten zien in de livestream. Heb ik ook niet gekeken, omdat ze meestal heel veel van het pakket laten zien en er weinig meer te ontdekken is. En ik vind het leuk om toch wel dingen zelf te ontdekken. Het enige wat ik nu echt van dit pakket weet, is de trailer en dat het dus donderdagavond uitkomt voor €20. Maar join de Discord. Je vindt het linkje in de beschrijving van deze video. En dan laat ik daar weten wanneer ik dus live ga met The Sims 4 Mijn Bruiloft gamepack. Gaan we een streampje doen op Twitch. Laat in de reacties ook weten wat jij van deze pakket vindt. Van deze gamepack ga je meteen kopen. Wacht je het eerst even af. Twijfel je ook, net als ik. Ik ben benieuwd. En bedankt voor het kijken. En tot snel. Doeg!